Een hele goede middag, lieve stripvrienden, comicfans en andere fanaten. Hier weer een stripvlog van jullie, stripverzamelaar. Ja, het is vandaag zondag 28 april en ik zit lekker op de bank. Ik heb even weer wat comics gelezen. Ik moet trouwens ook nog leren voor mijn examen morgen, maar dat even terzijde. Ik hoop dat jullie ook een leuke Koningsdag hebben gehad gisteren. Want, euh, zoals jullie misschien zagen in mijn vlog, ja, het was gewoon ontzettend regenachtig gisteren. Ik wilde nog naar de kleedjesmarkt in Alfa aan de Rijn, waar ik woon. Uh, maar ja, goed, het was allemaal afgedekt met zeil, alles was nat. Ik denk, als ik iets vind, ja, dan, dan heeft dat geen goede kwaliteit meer. Dus ik heb het gelaten. Ik hoop dat jullie wel leuke dingen hebben gevonden. Dat zie ik natuurlijk graag in een van jullie vlogjes. Maar ik heb gisteren wel gekeken naar een leuke vlog van Michael Minnebo. Want die had een comic besproken met daarin Hobgoblin in een van de Spider-Man comics. En dat was voor hem een van zijn mooie en speciale comics die hij bezit. En toen was de vraag eigenlijk: hebben jullie ook nog een comic die jullie speciaal vinden? Of iets wat jullie daar bijzonder aan vinden? En toen dacht ik ja. Ik heb in het verleden namelijk best wel wat comics besproken. Waaronder ook veel comics van natuurlijk een van mijn favoriete tekenaars, Mark Bagley. Nou, om niet gelijk in herhaling te, va te vallen, heb ik die niet erbij gepakt. En ook niet wat comics die ik bij Bammer de Bam heb besproken, zoals bijvoorbeeld eentje van de X-Men. Maar ik heb deze comic erbij gepakt. En dan zou je zeggen, Spider-Geddon, is dat dan een reeks die heel bijzonder voor je is? Nee, dat niet. Maar wel dit. Dit is namelijk een handtekening van mijn favoriete tekenaar, Mark Bagley. En er zit ook een uh, ja, Certificate of Authenticity bij. En die hebben gekocht bij Midtown Comics. Ja, en Midtown Comics is een comiczaak in New York. Uh, ik ben daar twee keer geweest zelfs. Eentje in 2014, toen nog met mijn uh, toenmalige vrouw en schoonouders. En in 2018 met een van mijn beste maten en mijn broertje Ferdy. En ja, ik heb het daar zo erg uh, ja, gezellig gehad. Het was voor mij ook een droom om een keer naar New York te gaan... Het is natuurlijk toch een beetje ja, het toneel waar alle Spider-Man-avonturen zich afspelen. Maar ook vele films die ik heb gekeken in het verleden. En voor mij was New York dus gewoon heel speciaal. En daarom heb ik ook deze comic uitgekozen. Ja, het is gewoon eentje waarbij getekend is, gesigneerd door mijn favoriete tekenaar Mark Bagley met een, een certificate en ja, ik vind dit gewoon een van de mooiere uitgaven. Het is natuurlijk ook een Midtown Comics Exclusive en daar heb ik er ook meerdere van in mijn collectie. Ik vind het altijd leuk als ik naar een comiczaak ga om dan een exclusieve variant van deze winkel zelf aan te schaffen. En dit is dan toevallig een nummer 0 en uh, mooie cover ook van Mark Bagley. Vandaar dat deze uh, comic, uh, dat ik die heb uitgekozen voor deze vlog. Dus ik hoop dat jullie dat leuk vonden om even te bekijken. Ik dank jullie voor het bekijken van deze vlog. En ik zou zeggen, op naar een volgende vlog, maar weer.